Hoi, ik ben Danielle van Halder. Ik ben instructeur op het Summa College Beauty and Lifestyle. Ik run de kapsalon in het wellnesscenter. De school moest natuurlijk sluiten door de coronacrisis. En de kapsalons moesten daardoor ook sluiten. Dus helaas moesten wij alle klanten af gaan bellen en konden wij ze niet langer meer helpen. Dus wij zijn natuurlijk een school. Wij focussen ons echt op de examens voor de studenten. De examens, de diploma's van de studenten, die staan op nummer 1. En omdat de salons nu open mogen, willen wij de studenten en de kapsalons waar ze mee samenwerken, willen wij de kans geven om hun klanten natuurlijk weer te gaan helpen. Dus de studenten die krijgen de mogelijkheid om extra stage te gaan lopen, om bij ons te komen voor examentraining. Maar omdat er maar 75 mensen in het gebouw mogen zijn, kunnen we er dus niet ook nog klanten bij gaan helpen. Want de klanten die houden dan een plek eigenlijk vrij voor een examen. Dus als wij bijvoorbeeld 5 klanten helpen, kunnen we 5 minder examens afnemen. Ja, de studenten gaan echt voor. Wij willen echt ervoor zorgen dat de studenten dit jaar toch hun diploma halen op een fijne manier. Waar ze uiteindelijk kunnen zeggen, we zijn kapper geworden in een heel bijzonder jaar, maar we kunnen het supergoed. En dat is gewoon wat nu onze prioriteit is. Oh, ik mis de klanten zo erg en de klanten die willen zo graag komen. En het is mijn passie om studenten te helpen met hun technische vaardigheden die ze uitvoeren op klanten. Maar ja, het gaat nu gewoon even niet. Het is gewoon echt dat de studenten voorgaan die op examen gaan. Dus de klanten die moeten nog heel even wachten. Maar ja, dat wil niet zeggen dat ik ze niet heel erg mis natuurlijk. Wij zijn gisteren helemaal plat gebeld door bedrijven van, joh, als we vanavond te horen krijgen dat we groen licht hebben, mogen de studenten dan ingezet worden? Mogen we onze stagiaires dan ook inzetten? Want ze verwachten natuurlijk een topdrukte in de kapsalons. Wij werken daar volledig aan mee. Dus als de studenten extra worden ingezet, dan krijgen ze daar ook vrijstelling voor. Wij zullen ze proberen zo min mogelijk in de weg te zitten, zodat ze juist ook zichzelf weer verder kunnen ontplooien in de kapsalon. Maar vooral ook even alle klanten helpen. Ja, de kapper is toch echt gewoon een maatschappelijk beroep ergens. Dus de klanten die zitten echt te wachten op de kappers. En de studenten zijn daar gewoon een heel belangrijk onderdeel in.